Even kijken. En dat was het verhaal van een man die altijd vissen aan het kweken was. Iemand die vissen kweekte. En deze man die had daar zelfs een prijs mee gewonnen. En dat was dus degene die het verhaal heeft opgetekend, dat is een Thaise monnik, die heeft ook nog het jaar opgetekend dat hij de prijs heeft gewonnen, als een soort van bewijs. En deze monnik, of deze man die dus die vissen verkocht, het waren, hoe noem je dat? Het is een soort van vis, noemen ze in het Nederlands een Siamese kempvis. Ja, het is ook voor het eerst dat ik ervan hoorde. En ik heb er een plaatje van om het verhaal wat interessanter te maken. Eens even kijken. Oh. Een Siamese kempvis. Nou, daar komt hij hoor. Dat is een mooie vis. Oh, ja, prachtig. En deze man die kweekte dus deze vis. Wow. En die vissen die waren de mooiste van het land. En toen vroeg er iemand, en dit is dus echt gebeurd. Nou ja, dat zegt natuurlijk iedereen als ze een verhaal vertellen. Maar goed, als we ervan uitgaan dat hij de waarheid sprak, zegt hij. Deze man die dus altijd de mooiste vissen had en altijd de beste prijzen won. Normaal, als je iets weet van kweken en hoe noem je dat? Als mensen dus ja, proberen bepaalde vogels of bepaalde vissen ja, de mooiste te kunnen fokken, zeg maar. Dan is dat vaak heeft het te maken met genencombinaties en wat die meer zijn. Het is een hele saaie materie. Ik weet het een beetje omdat een van ons in België, die houdt zich ermee bezig. Weet jullie nog wie? Dat is Dirk, hè? Dirk, die houdt zich daarmee bezig, wetenschappelijk ook. Maar hoe het ook zij, deze man die had er dus helemaal niet zoveel van had hij helemaal niet zoveel kaas gegeten. Hij had er helemaal niet veel verstand van. Dus iedereen vroeg zich af hoe hij in vredesnaam de mooiste kempvissen van het land kon kweken of kon fokken. En toen vertelde hij zijn truc. Hij zei dat wat hij deed, is hij tekende een vis. Of hij liet, hij deed het heel professioneel. Hij liet een kunstenaar de vis tekenen, zoals hij het zich voorstelde. Zoals hij dacht, dit is een hele mooie vis. Een hele mooie Siamese kempvis. En dan liet hij dus de vis tekenen. En dan zette hij die tekening voor de bak met vissen. En dan liet hij dus de moedervisjes naar de hele dag naar die tekening kijken, terwijl ze daar aan het zwemmen waren. Waarschijnlijk niet in een bak, maar waarschijnlijk in een vijver. Zo noem je dat, zo'n kweekvijver of zo. En zijn theorie was dus dat die vissen, de moedervissen, dus door te kijken naar die tekening, werden ze als het ware geïnspireerd om zulke vissen als kindje te krijgen, zeg maar. Dit is dus een verhaal zoals het is opgetekend. En hij had inderdaad dus een prijs gewonnen met zijn truc. En ik weet niet of het ooit wetenschappelijk is onderzocht. Maar dat is niet echt het punt van het verhaal. Het punt van het verhaal is dat onze geest, zoals ze in het Thais zeggen ze dat wel. Ik heb het niet terug kunnen traceren in het Oud-Indisch of het Pali. Maar in het Thais zeggen ze altijd. Chai chai pentat samrit. Of met andere, ja, dat is moeilijk te vertalen, maar dat betekent zoiets als je geest is van een aard dat dingen
tot werkelijkheid brengt. En dat wil dus zeggen dat als we vaak aan positieve dingen denken, dan creëren we ook positieve dingen in ons leven. Als we vaak aan negatieve dingen denken, creëren we negatieve dingen in ons leven. Dat is natuurlijk een beetje een cliché geworden met bijvoorbeeld dat boek dat zo een tijdje heel populair was. Hoe heet het? Er was een boek dat heel populair was. Als je maar heel vaak iets wenste, heel vaak iets wilde, dan kwam het vanzelf tot uiting, kwam het vanzelf in je leven. The Secret? Ja, The Secret, dankjewel. Dat is natuurlijk een beetje gesimplificeerd. Soms is het ook belangrijk, bijvoorbeeld, om ook aan dingen te denken die misschien een beetje negatief zijn, maar wel de werkelijkheid. Bijvoorbeeld, soms dan is het belangrijk dat te denken dat we wel eens een keertje ziek kunnen worden of dat we doodgaan op een dag. Dit zijn dingen waar we wel eens in het boeddhisme over reflecteren. Het is niet zo dat je daarmee sneller doodgaat of zo. Dus dat is... Het is niet verkeerd om aan iets negatiefs te denken als het gewoon is om je bewust ervan te zijn. Maar wat deze man, deze kweker als het ware, wil ons vertellen is dat als we maar iets in ons leven hebben, waar we vaak aan denken dat een doel is, dat positief is, dat helpt ons om die kant op te bewegen. En in het boeddhisme hebben we de praktijk van adithana. En adithana... Adithana is een oefening. En Adithana, dat is dat je dus regelmatig, bijvoorbeeld na de meditatie, je iets visualiseert. En dat dan tot uiting komt. Het idee is dat meditatie, in tegenstelling tot The Secret, is dat ook werkelijk een actieve manier, nou ja, voor zover meditatie actief is, om dus positieve energie te creëren in je leven. En daarmee die energie kun je dus een bepaalde kant op kanaliseren. En dat noemen we adithana. Dus als je bijvoorbeeld hebt gemediteerd en je denkt, ik zou in mijn leven meer, bijvoorbeeld, meer zonder angst willen zijn. Misschien wel relevant in de huidige tijd. Of ik zou in mijn leven meer vriendschap willen. Het zijn allemaal hele positieve wensen. Sorry dat ik soms dingen niet goed spel. Ik zit hier een beetje onhandig te tikken. Maar dit zijn voorbeelden. Natuurlijk heb je ook mensen die zeggen ik wil een baan, want die zijn misschien werkloos, andere dingen. Het zijn soms hele wereldse wensen, hele gewone wensen. Maar het eindigt altijd met een goede adithana, die eindigt altijd met... En dat ik daarmee uiteindelijk mag ontwaken als mens. Dat ik uiteindelijk mag ontwaken. En dat is het idee van de verlichting. Dus uiteindelijk probeer je... Al deze dingen die je wenst, probeer je daarmee ook een beter mens te worden. En daarmee helderheid, meer goed karakter te ontwikkelen en dus ook altijd uiteindelijk meer wijsheid. Dus zo kunnen we een hele mooie Siamese kempvis worden in ons leven. Dit was een kleine gedachte. Ik vertel elke avond zo'n klein verhaaltje. Sommige verhalen zijn langer dan andere, maar zo hebben we elke avond een kort verhaal met een gedachte erbij. En een aantal van die verhalen heb ik intussen op onze website gezet, dat een aantal van jullie al gezien. Ik wilde nog even vragen of iemand nog reacties hierop had of wilde reageren. Of dat het je aan iets doet denken, dat je misschien wil zeggen... Ik heb een groot vuist op ideeën vrij.